Zigzag Online, een heel speciale aflevering van Zigzag. Want we zijn op dit moment niet alleen op televisie, maar ook op het internet te volgen. Dus leuk dat je er bent. Heb jij nou altijd alles willen meedoen met Zigzag? Dan is dit je kans. Heb je thuis een computer met internet, dan kun jij meespelen. En hier bij mij in de studio gaat zometeen een zinderende strijd gevoerd worden. Tussen het rode en het blauwe team. Het rode team komt uit Helmond van basisschool De Lint. En het blauwe team komt uit Nieuwegein van basisschool De Krullenvaar. Laten we eens even kijken wie de kandidaten zijn. Ik wil even applausje voor de kandidaten, want waar zit Corine? Geef hem een applaus. En waar zit Luc? En zit Niek bij jou in de buurt? En Saskia? Zo, dan beginnen we bij jou. Jij was Luc. Hij zit op tennis. Hij voetbalt graag. Hij is een goede vriend. Oké, dan wil ik nu alles weten over Niek. Hij kan heel goed grappen maken. En hij is slim. Is hij ook nog een beetje sportief? Ja, ik denk dat hij de beste is in handtasje werpen. Ja. Weten van ja. Ze is goed in atletiek. Ze is ook goed in voetbal. Kan je goed voetballen? Dat weet ik niet. Ze is nogal bij de hand. Heel erg goed, dan gaan we nu over naar Saskia. Ze lacht veel te veel. Ze zit op zwemmen, wedstrijd zwemmen. Ja, ze zeurt af en toe wel. Maar zeur je dan over? Oh, wat? Weet ik veel. Wat maakt jullie zo sterk? We zijn gewoon goed. Zit Sjoerd. Oh, dat is wel erg, denk ik. Maar ga het toch doen, over je haar heen. Zo, misschien blijft hij er wel op staan. Zo. En Thomas. Ziek. Ah, dat is nou ook niet leuk. Nou, dan leg ik heel zielig het bedje voor Thomas op zijn tafeltje. En Manon. Zo. En Kees. Oh, die is al. Dat is lekker duidelijk. Oké. Okay. Zo, alles wat je weet van Sjoerd. Hij is leuk. Oh, nou dat komt heel goed uit. Hij drumt. Hij vindt het echt heel leuk. Ja. Of Thomas. Ja. Thomas. Hij is lief. Nou, hij is sportief. Hij is lief en hij kan ook drummen. Kan hockeyen. Hij kan hockeyen. Kijk, hij kan heel goed hockeyen. En zijn meisjes leuk. Vind jij meisjes leuk? Nou, iets over Manon. Ze kletst veel. Ja. Daar is iedereen het over eens. En nachtrijden, aan ze streetdanst, aan ze zwemt. Ze streetdanst? Ja. Oh ja, dat is het! Nou ja! Ja, ik ben helemaal onder de indruk. Kees, hou het van race. Ja. Kees noemen we hem ook. Hé, ik zie het ook, of niet? Hij voetbalt voor zijn conditie. Oh, nou, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Maar wat is jullie kracht? Oh, slim. Heel slim. Oh, ja. Ja, oké. Jullie zijn nog een heel hard applaus. Kom maar. En hier zijn ze dan, de kandidaten van het rode team. Manon, Sjoerd, Thomas en Kees. En het blauwe team, Niek, Corine, Luc en Saskia. Kom erbij. Zo, nou, het gaat nu echt gebeuren. Thomas, ben jij helemaal beter? Tuurlijk. Oh ja, helemaal nergens meer last van? Nee. Ben je ook niet een heel klein beetje zenuwachtig? Een beetje wel. Een beetje wel, hè? En hoe gaat het hier met het blauwe team? Hebben jullie nog gewerkt aan de team spirit? Ja. Hoe? We hebben gewoon geoefend op internet allemaal. Ja, we hebben goed op internet geoefend en met elkaar samengewerkt. Heel goed samengewerkt. Goed, maar jullie hoeven het vandaag helemaal niet alleen te doen. Want jullie scholen gaan jullie helpen.
We zijn op dit moment live via de satelliet met jullie scholen verbonden. En ik hoef het gelukkig ook niet te doen alleen, want in Helmond staat onze speciale zigzagreporter Johan Terijn. Hallo, hallo! Johan, horen jullie ons? Ja, ik hoor jullie. Ik denk dat we op dit moment straal met jullie verbonden zijn. Ja! Jullie zijn live in de uitzending. Hoe is het in Helmond? Ik weet niet hoe laat jullie het hebben, maar hier in Helmond is het zo'n kwart over vijf. En het is hier al heel de dag een drukte van je gewelste geweest. De hele aula is versierd met rode vlaggen. Er zitten spreuken op als de lint die wint. En jel, 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 het rode team redt het wel. Alle computers zijn online. En iedereen is eigenlijk heel erg gespannen en geconcentreerd. Want het rode team wil erg graag winnen, Yvonne. En je moet eens kijken naar al die gestrekte vingertjes hier. Die al in tik- en klikpositie klaarstaan. Ik geloof dat Helmond er echt helemaal klaar voor is. Dankjewel Johan, hoor jullie dat? Helmond is er helemaal klaar voor. Ja, ja. Jullie ook? Nou, dat komt heel goed uit. Dan gaan we nu even kijken naar Nieuwegein. Want op school De Krullenvaar is onze sterverslaggever Stefan Stassen. Stefan, hoe is het daar in Nieuwegein? Nou, hoor maar, hoor maar. Oh, dat gaat hartstikke goed. En ik moet eerlijk zeggen, als verslaggever van Zigzag Online ga je de hele wereld over. En je komt natuurlijk heel veel groepen tegen. Maar deze groep 8... Deze groep 8 is ongelooflijk. Je hoeft alleen maar even de kuil in te kijken. Wij hebben bijvoorbeeld een Mark. Zien, jongens. Yeah. Mark. Wouter. Yeah. We hebben een Wouter. Yeah. We hebben een Marta. Yeah. En mijn inschatting is dat deze groep 8 wel eens zou kunnen gaan winnen. Dat wordt een zware dobber voor Helmond. Tot zover Zigzag Online. Live uit Nieuwegein. Wij gaan over weer naar Hilversum. Zeer hartelijk bedankt. Stefan, horen jullie dat? Ze zijn er helemaal klaar voor. Wij ook. Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Ja. Het gaat helemaal lukken. En jij hebt ze natuurlijk al gehoord, hè? Hier in de studio worden we ook nog eens ondersteund. Door onze speciale Zigzag Online rapper en DJ Sherlock en Soldiers. Yeah. Wie zijn dat? Wie zijn deze jongens? Hey. Yo. Luister. Dat is de DJ, de rapper staat hier. Mijn sterrenbeeld is Ramsel, Jazz zijn is stier. De feat zijn we hier en de naam is Sherlock. Met Pat maakt de beat zoals ze zijn in hip-hop. De backup is Freeze, vandaag staat hij paraat. Als DJ het vergeet, draait hij de volgende plaat. Maar ga lekker zitten, wat komen gaat is fijn. De live reportage, zigzag.online. Dankjewel Sherlock. Luister goed. De scholen uit Helmond en Nieuwegein helpen de kandidaten via internet. Maar jij kunt thuis ook meedoen. Kijk maar even mee. Let op! Surf razendsnel naar www.zigzagonline.nl. De kandidaten in de studio krijgen per ronde een aantal vragen. De laatste vraag is altijd de e-mailvraag. En met die vraag kan jij helpen. Probeer binnen de tijd het antwoord op deze e-mailvraag op internet op te zoeken en naar het blauwe, het rode of naar allebei de teams te mailen. Vul je naam, e-mailadres en het antwoord in het invulscherm en klik dan op verzenden. Een grote kans dat jouw antwoord op datzelfde moment bij de kandidaat in de studio terechtkomt. Heb jij binnen de vraagtijd het goede antwoord gestuurd? Dan ontvang jij zo'n speciaal Zigzag Online muismatje. Speel dus mee met Zigzag Online. Ja, doei! Hier heb ik hem dus, hè. Dat speciale Zigzag Online muismatje. Zorg dat je meedoet. Nou, de hele uitzending van Zigzag Online is op dit moment dus op het internet te volgen. Gewoon op je computerscherm. Kijk maar op www.zigzagonline.nl. Maar hoe werkt het nou hier in de studio? Let goed op. Straks, als ik op deze knop doe, dat is de downloadknop, dan start de tijd. En op dat moment verschijnen vragen op alle computers. Hier in de studio, ook op de scholen, maar ook bij jou thuis. Waar ook ter wereld. Als je online bent bij Zigzag Online. En de vragen zijn als volgt ingedeeld. Iedere ronde heeft vragen die de kandidaten moeten oplossen. Dat zijn de eerste vragen. En de scholen kunnen daarbij helpen. En de laatste vraag is altijd de e-mailvraag. En die kan jij thuis achter je computer ook beantwoorden. Maar hoe werkt het nou hier in de studio? Nou, je ziet hier allemaal computers staan.
Dit is de vraag- en antwoordcomputer. Hier komt straks de vraag binnen en zij staan allemaal al heel zenuwachtig te kijken. Nou, dan moeten ze het antwoord natuurlijk vinden. En dan ga ik even door de bossen deze container in. Want hier staan twee zigzag online zoekcomputers. Hier gaan ze razendsnel alle sites bekijken of ze het antwoord kunnen vinden. Vervolgens, als ze het antwoord niet helemaal zeker weten, dan gaan ze naar deze computer. Dit is namelijk de e-mailcomputers. Alle mailtjes uit het land en van de scholen komen hier op terecht. Dus als jij een mailtje hebt gestuurd, dan kan ik misschien wel even kijken of je ertussen staat of je het goede antwoord hebt gegeven. Nou, als ze dan helemaal zeker zijn van hun zaak, gaan ze weer naar de vraag- en antwoordcomputer. Kwestie van even opsturen naar de zigzagcomputer. En die laat dan weten of het antwoord goed of slecht is. Nou, zorg er dus voor dat je altijd zo snel mogelijk zeker bent van je zaken. Want eenmaal verstuurd is verstuurd. Als ze nou niet, als ze het antwoord wel gegeven hebben, maar de ene school is sneller dan de andere, dan krijgt de snelste school er natuurlijk een zigzagmunt bij. Goed, dan is dit een heel plechtig moment. Want nu gaat Zigzag Online van start. Is iedereen klaar? In de studio. Zijn ze klaar op de scholen? Ben jij thuis achter je computer ook klaar? Daar komt ie. Zigzag! Zo, dat is gestart. Het eerste onderwerp is het weer. En de kandidaten hebben voor deze ronde 4 minuten de tijd. De vraag is, hoe warm wordt het vandaag maximaal op Aruba, een van de Nederlandse Antillen? En de e-mailvraag, die is dus voor jou thuis. Op Aruba mag het dan wel vaak mooi weer zijn. Het kan er ook stevig waaien. Heel stevig zelfs. En dan willen wij van jou weten, welke windkracht hebben orkanen? Help de kandidaten in de studio, weet je het goede antwoord? Zet het op de e-mail en mail het naar ons. Dan ga ik nu even kijken naar het rode team. Jij bent kijken of er aan e-mailtjes zijn. Het is hier aan huis stil. Ze zijn heel serieus aan het zoeken. Ja. Oh, je zit al op Aruba? Ja. Zit jij ook op Aruba? Even kijken naar het blauwe team. Team blauw, hoe gaat het hier? Ben je e-mailtjes aan het checken? Bloedserieus. Bloedstollend ook. Oké, nou dan ga ik nu kijken hoe het op de scholen staat. En we beginnen bij Nieuwegein. Stefan, hoe is het daar in Nieuwegein? Is het hectiek? Ja, het is hier ongelooflijk. Er gebeuren hier wonderlijke dingen. Deze groep is niet alleen slim, maar deze groep is ook razendsnel. Ik heb ooit eens een keer een groep in Japan meegemaakt. Die was snel, maar die is traag vergeleken bij deze groep. Even snel naar Luc bijvoorbeeld. Dit is Luc. Luc, mag ik je even storen? Ja. Luc is bijvoorbeeld de snelste. Luc, laat eens zien hoe snel jij met je vingers bent. Zo. Is dit ongelooflijk of niet? Ja, dit is ongelooflijk. En heb je hem nog niet gezien op zijn toetsenbord? Het gaat hier fantastisch. Iedereen is gespannen. Maar we gaan ervan uit dat de winst eraan komt. Tot zover hier Zigzag Online vanuit Nieuwegein. We gaan weer over naar jou, Yvonne. Dankjewel voor deze bijdrage. Dan gaan we natuurlijk ook even naar Helmond. Want daar staat ons alle Johan. Is die ook helemaal paraat? Ik ben helemaal paraat. Maar het is natuurlijk aan deze ploeg om het te doen. Natuurlijk, hè. En zoals je ziet... Heel hectisch gaat er niet aan toe. Er is gewoon een gespannen en gedreven sfeer rond die computers. Dat zie je ook aan die gezichten. En wat zo typisch is aan Helmond en aan deze groep 8, is dat zij ongelooflijk strak en gedisciplineerd plan hebben. Want zij hebben 7 zoekcomputers. Dat zijn er 5 meer dan in de studio. Dus dat moet toch een verschil maken. En om heel erg snel te kunnen zijn, hebben zij het heel erg goed onderverdeeld. Dus per computer wordt maar 1 vraag opgezocht, zodat niet iedereen door elkaar zit op te zoeken. En uiteindelijk komen ze hier terecht bij de mailcomputer en daar wordt alles weer razendsnel via de informatiesnelweg naar Hilversum doorgestuurd. Zeg Johan. Beste Yvonne. Ja, ja ik zie, zie ik daar een juf? Zag ik daar een juf? Een juf? Is dat een juf? Ja, die juf wordt hier verwijderd. Die wordt onmiddellijk verwijderd. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Zo kunnen wij dat. Weggeduwd. Ik mag wel eventjes goed opletten daar, ja. Ja, je bent ook een beetje de jury nu, of wat? Nou ja, ik weet niet. Ik zie gewoon een aantal juffen daar achter die computers. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Johan, ja, moet die jij zijn hier, maar die worden nu op afstand gehouden. Okay. Ik zal mij daar persoonlijk over ontfermen. Wees maar zeker. Ik vertrouw er helemaal op.
Okay. Nou, dankjewel. Johan, dan ga ik nog heel even kijken hoe het gaat bij het blauwe team, want die zijn heel zenuwachtig. Heeft het antwoord dan? Nog steeds niet. Hey. Heb ik nog helemaal geen antwoord, jongens? Geen één, dan moet je. Dan moet je iets gokken, hè? Stuur iets op. Je hebt nog maar 15 seconden. Jongens, als je het niet weet, gok iets! Ja, en de tijd is gestopt. Kom maar even bij de computer staan. Nou, hè toch? Is het jullie gelukt om überhaupt een antwoord op te sturen? Niet echt. Nog niet. Hebben jullie iets verstuurd? Ja, het antwoord van vraag 2. Oké, nou, dan gaan we even de vragen langs. Hoe warm wordt het vandaag maximaal op Aruba? En dan zie ik dat het rode team geen antwoord heeft. Het blauwe team heeft 51 graden. Maar dat lijkt me niet waar. Het is 31 graden. En dan de tweede vraag was, welke windkracht hebben orkanen? Dat was ook de e-mailvraag. En het antwoord daarop is 12. En het blauwe team heeft dat goed. Maar het rode team heeft gezegd 520 kilometer per uur. En dat was dus niet helemaal goed. Tja, wat is dus het resultaat? Rood heeft op dit moment 0 munten. En blauw heeft 1 munt, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Alles kan nog gebeuren. En we gaan... Oh, er wordt in ieder geval wel ontzettend gejuicht. We gaan nu door met de volgende vragenronde. Hé, hey, een beetje actiever, hè? Want we moeten natuurlijk wel in ieder geval een antwoord hebben gestuurd. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er op de scholen klaar voor? En jij thuis, heb jij je hand aan de muis? Daar gaat hij. Zigzag! Bij deze ronde gaat het over dieren. Bedreigde dieren. De eerste vraag is, hoeveel pandaberen zijn er volgens het Wereld Natuurfonds nog op de wereld? De volgende vraag. Tegen welke bekende Amerikaanse zangeres werd vorig jaar actie gevoerd omdat zij bont draagt? Deze twee vragen zijn voor de kandidaten en voor de scholen. En nou de vraag voor jou thuis op internet. De blauwe vinvis is de grootste van de walvissen. Wat is de lengte van de blauwe vinvis bij de geboorte? Succes! Kijken bij de teams. Het rode team. Het wereldwijde web is nu van ons. Dus zorg de tap en app en duik erin met een plons. Want het is vandaag, maar ook zeker vanmorgen. En overmorgen, voor dat zullen we zorgen. Je zoekt de antwoorden op het internet. Je gaat erop waar www World Wide Web. Dit is hoe het gaat, ze zag online. Het blauwe en het rode team, ze hebben het samen fijn. Yo, check this. Kijk hierna. Soul Jazz en Sherlock. Hier in de studio en achter al die computers in het land zijn natuurlijk echt in het internet deskundigen aan de slag, hè? Maar ja, misschien weet jij toevallig nog niet zo heel veel van internet of hoe het precies werkt. Daar hebben we ook aan gedacht. Kijk maar even mee. Filmpje! Internet moet je eigenlijk zien als een wereldwijde verbinding tussen allerlei computers. Vandaar ook WWW, het wereldwijde web. En dat is begonnen met een aantal computers heel veel jaar geleden. Maar nu zijn er al miljoenen computers met elkaar verbonden. Maar wat is internet en vooral, wat kan je ermee? Het internet verbindt allerlei computers met elkaar. En op al die computers staat informatie. Dus eigenlijk is jouw computer op de zolderkamer of in de klas op school verbonden met de rest van de wereld. Dat wereldwijde web is eigenlijk net een bibliotheek. Dus stel je voor je wil een spreekbeurt houden over de cavia of je moet een werkstuk maken en je wil het doen over de pandabeer. Dan toets je dat gewoon in. Dus pandabeer. En dan moet je kijken op wat voor leuke sites je allemaal terecht kan komen. En dan kan je alle informatie die je wil op het internet opzoeken. Dus zeg maar wat je wil weten. Wil je bijvoorbeeld weten wat het weer in Australië is? Nou, dat zoeken we even op. Of wil je het recept voor Finse bonensoep? Wie staat er op nummer 1 in de top 40? Je kan het allemaal opzoeken. Hoe ziet een museum in New York er van de binnenkant uit? Wat is het allerleukste televisieprogramma op dit moment? En hoe duur
is een reisje voor twee personen, nou, laten we zeggen, naar Hawaii. Dat internet kan behoorlijk verslavend werken, want alle informatie van over de hele wereld komt gewoon bij jou thuis. Je krijgt er vierkante ogen van of heel veel honger, maar ook dat is geen probleem. Want je kan je gewoon boodschappen doen via internet. CD's, boeken, kleding, noem maar op. Zin in een pizzaatje? Nou, dan bestel je dat toch gewoon even. Zo, mijn eigen pizza. Daar zul je hem hebben. Kijk, internetten is leuk, maar pizzaatjes eten is ook niet geheel onbelangrijk, hoor. Je kan wel even voor jezelf zorgen af en toe. Lekker, hoor. Hapje? Mocht je de vragen nou thuis gemist hebben, de eerste vraag is: hoeveel pandaberen zijn er volgens het Wereld Natuurfonds nog op de wereld? De volgende vraag: tegen welke bekende Amerikaanse zangeres werd vorig jaar actie gevoerd omdat ze bont draagt? En de e-mailvraag, die is dus voor jou thuis: de blauwe vinvis is de grootste van de walvissen. Wat is de lengte van de blauwe vinvis bij de geboorte? En dan gaan we nu even kijken naar Helmond. We gaan kijken naar Johan. Johan, lukt het een beetje? Hebben ze de antwoorden al? Ik geloof het wel. Hebben jullie het al? Ja. Ja, jullie hebben het doorgemaild? Alles is al verzonden. Het is al lang binnen, al lang binnen. Maar we verklappen natuurlijk niet wat de antwoorden zijn. Dat kom je van ons niet te weten. Maar voor ons dik in orde, hoor, Yvonne. Ja, maar ik zie ze hier wel heel... Was het moeilijk eigenlijk? Ja, nee, ze zijn allemaal aan het knikken hier, hoor. Ze hebben het ontvangen. Dan gaan we nu natuurlijk ook nog even kijken naar Nieuwegein. Okay. Stefan, hebben jullie alle antwoorden al verzonden? Ja, we hadden de antwoorden al binnen voordat de vraag gesteld werd. Oh, ja, ja. Ik wil trouwens ook... Mag ik nog even de internetters in het buitenland ook verwelkomen? Hallo, hier is Nieuwegein. Hallo, hier is... Nouveau-Gein, hallo, ici, nou, kom, raak ik had het helemaal ingestudeerd. In ieder geval, wij gaan weer terug naar jou. Oh, de tijd is gestopt, jongens. Oh, maar jullie hebben die antwoorden al lang verstuurd, zie ik. Want jullie staan er helemaal klaar voor. Nou, de vragen waren: hoeveel pandaberen zijn er volgens het Wereld Natuurfonds nog op de wereld? En het goede antwoord is 1200. Dat heeft het rode team niet en dat heeft het blauwe team ook niet. Nou, die Amerikaanse zangeres tegen wie een actie werd gevoerd, dat is Whitney Houston. Yes! En daar zijn ze gigantisch aan het juichen. En dan de e-mailvraag. De blauwe vinvis is de grootste van de walvissen. En wat is zijn lengte bij de geboorte? Dat is maar liefst 7 meter. Yes! En daar zijn ze ontzettend aan het juichen. Ja. Nou, zigzagcomputer, wat is de rondestand? Rood 3 munten en blauw ook 3 munten. Yes! Nou, je kunt nog steeds meedoen. Kans maken op dit fantastische zigzag online muismatje. Echt een collector's item. Blijf ons mailen en laten we hopen dat het netwerk niet plat gaat. Tot nu toe gaat alles nog fantastisch. Alle mailtjes komen hier aan. Zijn jullie allemaal klaar voor de volgende vragenronde? Daar komt-ie. Zigzag! Het onderwerp is eten. En voor de vraag hebben de teams 3 minuten de tijd. Luister. Wist jij dat ze over de hele wereld pindakaas eten? Maar dat natuurlijk niet overal zo heet. En nou wil ik weten, hoe noemen ze pindakaas in Zuid-Afrika? En dan de e-mailvraag, die gaat over het Horense broederbrood. Een Noord-Hollands broodje. Maar welke vorm heeft dat nou? En dan verwacht ik natuurlijk wel dat de internetters uit Noord-Holland, en vooral dus die uit Horen, dat ik van hen ladingen e-mails binnenkrijg. Hè? Dus laat je niet kennen. Dan ga ik even kijken hoe het op de scholen gaat. En dan lijkt het mij erg leuk om even naar Johan te kijken, daar in Helmond. Misschien weet Johan wel hoe dat broodje gevormd is. Johan, hoe is het in Helmond? Het is hier goed in Helmond. Mag ik jou even vertellen, Yvonne, dat WWW hier in Helmond niet alleen staat voor het wereldwijde web, maar ook voor wij willen winnen. Kijk eens naar die grimassen, die gezichten, die gespannen blikken. Naar die schermen zitten te kijken, op zoek naar het juiste antwoord.
Dit is niet zomaar deelnemen is belangrijker dan winnen, Spirit Yvonne. Nee, dit is bloedernst. Het gaat hier om leven of dood. En als dit zo voortgaat, hè, dan kan Nieuwegein beter nu al ophouden, inpakken en wegwezen. En niet vergeten die computer af te zetten. Want ik kan me niet voorstellen dat deze klas te verslaan is. Johan. Ik wil Stefan nu al mijn medeleven betuigen. Ik ga even kijken bij het blauwe team hier in de studio. Ik ben heel benieuwd. Pindakaas. Oh, ja, dit is goed. Hier moet je antwoord op geven. Hier moet je antwoord op geven op de pindakaasvraag. En je moet antwoord geven op dat broodje. Jongens, uit horen. Mail ons. Goed, dan gaan we alsnog eventjes kijken naar de school in Nieuwegein. Want Johan had wel een hele grote mond. Stefan, wat is daarop jouw antwoord? Stefan, Nieuwegein, hebben contact met jou. Ja, het is misschien helemaal niet nodig, maar we gaan toch vast ons geheime wapen inzetten. Oh. Jennifer. Jennifer is ons geheime wapen. Wat is het geheime wapen, Jennifer? Mijn broer. Haar broer, dat wordt het geheime wapen. En wat gaat hij doen? Dat gaat ze even in mijn oor fluisteren. Wat was het? Ja, prima. Dat is dus een... Let op, Helmond. Het gaat gebeuren. En ja, wij zijn alweer klaar, geloof ik, hier, hè, jongens? We zijn alweer lang klaar. Jullie hebben het allemaal weer verstuurd? Ja, allang. Allang. Het gaat zo goed hier. Allang, dan ga ik even kijken of ik hier op die e-mailcomputer dat antwoord kan zien. Heb je het? De e-mailcomputer? Ja, oh, de tijd is voorbij. Ja, de geluiden in de studio, dat is de echte waarheid. De tijd is voorbij. Ik hoor hier allemaal gesputter. Iedereen kreeg andere vragen. Krijgen jullie ook andere vragen? Nou, weet je, dan is het uiteindelijk toch nog eerlijk. Want als iedereen hier een andere vraag kreeg, we gaan gewoon even kijken naar de antwoorden. Alles is nog mogelijk. Hoe heet pindakaas op zijn Zuid-Afrikaans? Dat is allebei niet goed. Het was een hele schattige naam. Grondnootjesboter. Nou, daar was ik zelf nooit opgekomen. En het antwoord op de e-mailvraag, welke vorm dat Horense broederbrood heeft, wat is nou het simpelste? Geen idee, gokje? Een normale vorm? Een rondje. Grondnootjes. Nou ja, in ieder geval dank aan al die Horense e-mailers. Ik ben er heel blij mee. Maar ja, als we naar de stand kijken. Rood 0, blauw 0, geef helemaal niks. Alles is nog mogelijk. Dan wil ik wel even de tussenstand weten. Na deze rondes. Nou, dat is ook nog heel opgevend. Het rode team heeft 3 punten en het blauwe team heeft ook 3 punten. Ja, ze zijn er heel blij mee. Zigzag Online is helemaal de computerwereld ingedoken. En we zijn een aantal aardige dingen te weten gekomen. Kijk je even mee, want hier is weer zo'n... Filmpje! Het is natuurlijk helemaal geweldig wat je met die computers kan doen. Maar het allerspannendste zijn natuurlijk nog altijd de games die je kan spelen. Bij dit bedrijf bedenken ze games. Op een dag komt er iemand van dit bedrijf met een gigantisch leuk idee. Een denkspel, een racespel, een avonturenspel. En dan gaan ze daar vervolgens met de hele groep over nadenken. Het belangrijkste, net als in een speelfilm, wie speelt de hoofdrol? Waar speelt het zich af en wat gebeurt er tijdens het spel? Het eerste wat je natuurlijk moet weten is, wie is de held van de film, de hoofdpersoon? Is die bang, is die sterk, is die agressief, is die verlegen, is die irritant, is die sexy? Als je dat weet, dan kunnen deze mensen aan de slag. Zij verzinnen het verhaal. Hier zijn ze bezig met alle achtergronden. Hij verzint de karakters en hij laat die karakters dan ook nog eens bewegen. Je mag nog één keer, Simon. Ja, oké, probeer ik. Prima! Je hebt zoveel toverflesjes verzameld dat je een Big Bang kan geven. Net als in een speelfilm krijgen de karakters helemaal hun eigen stem om het allemaal zo echt mogelijk te laten lijken. En hier wordt dat door acteurs ingesproken. Deze was redelijk goed. Prima! Je hebt zoveel toverflesjes verzameld dat je een Big Bang kan geven. Elke game heeft natuurlijk ook nog verschillende levels, dat weet je.
Dus hier gaan we eerst naar het bos, naar het kasteel, naar het kerkhof en dan naar de grotten. En elk level moet zijn eigen sfeer hebben. Hier worden al die achtergronden precies aangepast aan de situatie. En al die verschillende informatie van al die verschillende mensen moet nou bij elkaar gevoegd worden tot één game. En dat doet de programmeur. Door allerlei ingewikkelde cijfers en codes in te voeren, kan zij dat poppetje straks laten draaien als hij geslagen wordt, laten rennen als hij bang is en dood laten neervallen als hij het niet meer ziet zitten. En dan komt het allerleukste. Testen, testen, testen en nog eens testen. Ze zetten een aantal deskundigen bij elkaar en spelen maar. En het is belangrijk dat de game klopt, maar vooral dat die leuk is. En moet jij eens raden wie die deskundigen zijn? Juist, kinderen, jullie dus. En reken maar dat het belangrijk is wat jullie ervan vinden. En wij gaan door naar de volgende ronde. Is iedereen er weer klaar voor? Zij staan hier helemaal in de startblokken. Op de scholen ook en jij thuis ook. Daar gaan we. Zigzag! Het onderwerp is Scandinavië. En voor deze ronde heb je 5 minuten. Luister goed. Een van de Scandinavische landen is IJsland. Wat betekent het IJslandse woord Samloka? Samloka! Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een ander Scandinavisch land is Noorwegen. Hele makkelijke vraag. Wat zijn de kleuren van de Noorse vlag? Deze 2 vragen waren voor de kandidaten en voor de scholen. En dan de e-mailvraag voor jou thuis. Komt-ie? Een ander Scandinavisch land is Zweden. En wist je dat Göteborg, de grootste stad van, een van de grootste steden van Zweden, gebouwd is door Nederlanders? En dan wil ik van jou weten, hoeveel Nederlanders zaten er in het eerste stadsbestuur van Göteborg? Hele ingewikkelde vraag. Ga het als de wiedeweerga opzoeken. En dan gaan wij hier in de studio even luisteren naar een fantastische rap van Shirley. Oh, yeah. We zijn aan het zoeken. Luister. Oh. We zijn nu op survival, we zoeken en we zoeken op de computer naar de digitale boeken. 1 simpel antwoord is zeker niet te vinden. Rustig aan, niet opvinden. We gaan lekker zoeken naar de antwoorden. Het rode en het blauwe team komen met die woorden. Wat gaan we doen? Waar moeten we heen? Waar gaan we heen, yo? Wat is de fame? Soldiers, zo. Soldiers komt met de sketch. Mijn naam is Sherlock, zigzag online, yo. Hier zijn we bezig, we zijn nu lekker bezig. We bewegen en we dansen met de vingers op het toetsenbord. Wat gaat het worden? Zeg me wat het wordt. Oh, ik voel de spanning, ik voel de spanning, ik voel de spanning. En dan is het nu hoog tijd om even naar het Brabantse te gaan, want ik ben heel benieuwd hoe het met Johan is. Hallo! Dag Yvonne, met mij gaat alles goed. En ik heb daarnet jullie filmpje gezien over games en zo, maar ja. Hier in Helmond, op deze school, daar zijn ze niet zo met games bezig, maar met spelletjes spelen. Hier kennen ze echt de waarde van de computer. Ik ga nu proberen om een diepte-interview te doen. Werk jij vaak met de computer? Ja. Ja, waarvoor gebruik je hem dan? Ja, voor spelletjes. Ja, voor spelletjes mee te spelen. Dus deze moffelen we even weg. Maar ik heb dan nog hier iemand die waarschijnlijk heel vaak de computer gebruikt om spreekbeurten mee op te zoeken en zo. Ja, soms. Heel soms, maar dus de waarde van de computer. Misschien kent Jeffrey de waarde van de computer wel? Ja. Wil jij later iets met computers gaan doen? Ja, ik wil zakenman worden en dan de beurs op internet bekijken en zo. De aandelen, stijgingen en dalingen een beetje in het oog houden. Zie je wel, de computer is voor heel serieuze dingen te gebruiken. En dat weet men hier in Helmond. Maar wat goed. Over terug naar jou, Yvonne. Dankjewel Johan. En dan ben ik heel benieuwd hoe het in Nieuwegein is. Hebben ze daar ook zulke fantastische toekomstplannen, Stefan? Toekomstplannen? We gaan het zo even vragen. Trouwens, het verrast ons allemaal dat Helmond het zo verrassend goed doet. Ik wil eventjes nog even naar, naar deze vriend. Dat is Robbie. En Robbie is een freak, hè? Ja. En daar ben je blij mee, hè? Heel erg. En waar ben je heel goed in? In computerspelletjes spelen. Wat is je favoriete computerspelletje? Red Alert. Red Alert. En wat is je niveau? 29.000 scoren in 5 levels. 29.000 scoren waarin? In mannetjes en tanken doden. Prima. Dus dit is al een topper. En hebben we hier nog Mike. Mike kan enorm snel muizen. Laat even zien hoe snel hij kan muizen. Moet je eens opletten.
En dan is hij nog zenuwachtig nu. Dus normaal gaat dat veel sneller. Zijn we alweer klaar hier, jongens? Oh, we zijn alweer klaar. Daar kan er niks aan doen. Het gaat hier heel voorspoedig over weer naar Hilversum. Oké, dan ga ik even kijken of het rode team daadwerkelijk ook die leuke rode mailtjes binnen heeft gekregen. Nee, die zijn er nog niet gekregen. Maar jullie hebben wel het antwoord, of niet? Nee. Ja, van... Dit is een gok. Dit is een gok? Ja, okay. Alvast. Maar gok is altijd goed. Ik ga nog even over naar het blauwe team. Krijgen jullie hier al aardig wat mailtjes binnen? We staan allemaal chatten. Oh, het chat lekker weg hier? Ja, nu. Oh, nou, dit is ook heel erg leuk, chatten. En hier, hoor, is het in de zoekcontainer. We zijn gewoon weg even aan het zoeken. Ik heb het niet echt doen. Hé, maar de tijd gaat wel dringen, jongens. Als je het niet weet, gok. Stuur gewoon een gokje. En voor jou geldt natuurlijk altijd, hè? Het is de moeite om even in te loggen bij www.zigzagonline.nl en win deze enige echte Zigzag Online muismat. Cadeautje van de KRO, omdat ze 75 jaar bestaan. Goed, nog een paar seconden, jongens, en dan is de tijd voorbij. Weet je het niet, gok het gewoon even. Ja, nou, te laat. Kom maar even bij je computer staan. De vragen waren: wat betekent in IJsland het woord samloka? Nou, het antwoord is boterham. Shit. Nou, mama, mag ik een boterham in het IJslands? Wat zou het zijn? Hotlala samloka of zoiets. En de tweede vraag, de kleur van de Noorse vlag, heel erg makkelijk, zoals ik net al zei. Net zoals bij ons, rood, wit en blauw. Yes! Oh, maar het is niet dezelfde vlag. Nee, maar het is wel rood en blauw. Heb je ook gezien wat voor vlag het was? Ja, wit, blauw, rood. Ja, met een leuk kruisje erin. Ja. En dan de e-mailvraag. Hoeveel Nederlanders zaten er in het eerste stadsbestuur van Gothenburg? En dat waren er 10. En nou ben ik heel benieuwd hoe jullie het gedaan hebben. Nou, ik zie. Jullie hadden pindakaas voor samloka en jullie hadden morgen. Nou, vind ik heel erg goed gegokt, maar is helaas niet goed. Dan rood, wit, blauw, rood, blauw, wit. Allebei heel goed. En die laatste vraag hadden ze allebei niet goed. Het rode team was sneller, krijgt daardoor een extra munt. Yes. Yes. Dus rood heeft 2 munten, blauw heeft 1 munt. Yes. En mag ik heel even de tussenstand zien? Zigzag computer. Oh, op dit moment, ik hoor ze al. Staat zoals je wel kan merken voor met maar liefst 1 munt. Zij hebben er 5, zij hebben er 4. Er kan nog van alles gebeuren, want in de finale vraag zijn er maar liefst 5 zigzagmunten te verdienen. Dus jullie hebben nog niet gewonnen. De teams zijn er hier alweer helemaal klaar voor en ik hoop jullie ook. Heb je nog niet meegedaan en denk je, we zijn halverwege het programma, het heeft geen zin? Ja, jawel, het heeft wel zin. Ga naar www.zigzagonline.nl. Komt-ie! Zigzag! En het onderwerp van deze vraag is Anne Frank. En zoals jullie vast weten was Anne een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een prachtig dagboek heeft bijgehouden. Nou, dat dagboek is over de hele wereld bekend. De vraag is, voor de kandidaten en voor de scholen, in welk land werd Anne Frank geboren? En de e-mailvraag, die is dus bij jou thuis op de computer verschenen. In welke taal werd het dagboek van Anne Frank als eerste vertaald? Moeilijke vraag. Succes. Even kijken. Laten we heel even kijken hoe het op de scholen gaat. Want daar in Nieuwegein hebben ze net natuurlijk een enorme zware dobber gehad. Stefan, zijn jullie die dobber alweer te boven? Ja, die dobber zijn we een klein beetje... Ik word zelf een beetje zenuwachtig hier, jongens. Komt het, maar, komt het. Kunnen we even nog... Ja, ik weet het niet. Kunnen wij die jel even horen, jongens? We moeten er even wat... Laat even de jel horen, snel. Ja! Jongens, horen jullie het hier? Jullie worden gesteund, hoor. We gaan door. We moeten het nu van Marta hebben. Marta... Dit is Marta en zij gaat het oplossen nu. Kom Marta. Dag, je mag even dag zeggen. Hallo. Hallo. Marta, jij bent heel goed. Hè? Je hebt thuis, thuis een computer. Ja. 2 geloof ik, of 1? 1. En je hebt ook een broer, een oudere broer. Ja. En jullie hebben altijd ruzie om die computer. Ja. En wie wint er meestal? Hij.
Oh, hij. Nou, jongens, ga door. Wij hebben nog een weef. Mogen we de weef ook nog sneller voor zien? Oh, jongens. Ja. We hadden daar nog een gigantisch leuke weef daar in Nieuwegein. Maar allebei de teams hebben de vragen naar de zigzagcomputer gestuurd. Dus de tijd is voorbij. Ik ben heel benieuwd. Want het was een hele snelle, hè? De vragen waren: in welk land werd Anne Frank geboren? En het antwoord daarop is Duitsland. Yes. En dan de e-mailvraag. Ik zie ze daar alweer helemaal juichen. In welke taal werd het dagboek van Anne Frank als eerste vertaald? En dat was in het Duits. Yes! Dus, ik ga even kijken wat er dus gebeurt. De jury heeft besloten dat het rode team allebei goed heeft. Ja, Duitsland en Duits. Maar helaas, jullie dachten dat Anne Frank in Nederland geboren was. Ja. Heb je het gevonden op een site? Niet echt. Je kon het niet vinden, dus je dacht Nederland. Gewoon makkelijk. Ja. Ja, ik moet toegeven. Ik dacht dus ook dat dat zo was. Nou, de rondestand is dus 2 munten voor rood en 1 munt voor blauw. Nou, we gaan snel door. Het gevaar is dat het rode team nu een beetje gaat uitlopen. Dus het is aan jou, Meler. Misschien vooral de e-mailers in Brabant. Nee, in Nieuwegein bedoel ik. Gaan